In de vorige video en via mijn Instagram heb ik jullie gevraagd om vragen in te sturen, zodat ik die vragen in deze video kon gaan beantwoorden. Nou, ik heb heel veel vragen binnengekregen en ik ga dan ook proberen om er zoveel mogelijk te beantwoorden in deze video. En deze vragen zijn dan onder te verdelen in bijvoorbeeld beleggen, onze beleggerstraining of cryptocurrencies. Dus ik heb genoeg dingen te beantwoorden, dus laten we ook snel gaan beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Ik heb veel vragen, dus laat ik maar meteen gaan beginnen. En dan met het eerste onderwerp. En dat ging over beleggen. En dan specifiek heel vaak de vraag gekregen van, zou je in dit ene aandeel investeren? Wat is jouw gedachte erover? Dus laten we snel door deze lijst heen gaan. Te beginnen met Vattenfall. Nou, ik zou zeggen, kijk vooral naar hoeveel vaste kosten ze hebben. Juist vanwege die grote centrales. En hoe jij inschat dat dat in de komende jaren is. Terwijl ze de energietransitie mee gaan maken. Ik denk dat veel van dit soort bedrijven grote afschrijvingen zullen moeten gaan doen. Kijken we naar Shell. Ik zou zeggen nee, geen interessant aandeel. Tenzij ze nu volop gaan investeren in die groene energie. De vraag naar olie lijkt een beetje af te nemen. De toppunt hebben bereikt. De winst staat onder druk. En daardoor is ook het dividend al flink gedaald. Dus voor heel veel bedrijven of mensen is het aandeel een stuk minder interessant geworden daardoor. Groothandels zoals Sligro, nou, die zullen nog lang last hebben, denk ik. Mensen blijven voorlopig echt wel terughoudend met naar de kroeg gaan. Veel restaurants zullen failliet gaan. Misschien niet dit jaar, maar dan wel volgend jaar. Dus dat zijn zeg maar de klanten van de Sligro. En normaal zouden mensen dan misschien wel naar een ander café of restaurant gaan. Maar het is maar de vraag of mensen dat gaan doen totdat er eindelijk een vaccin is. Ik denk dat mensen echt wel een tijdje terughoudend zullen blijven. Goud en goud aandelen. Nou, ik denk vooral leuk voor de korte termijn. Maar zorg in ieder geval dat je het aan de ene kant op tijd koopt, maar ook zeker weer op tijd verkoopt. En misschien is het nu al wel een beetje te laat om het te kopen, want ze staan al op flink all-time highs weer. Wat betreft waterstof, ik denk dat dat nu nog niet economisch haalbaar is, maar wel eventueel een vervanger is van elektrisch rijden op de lange termijn. We moeten wel vooral gaan kijken dat we genoeg energie opwekken om bijvoorbeeld overtollige energie meteen te gebruiken om waterstof te produceren. Maar waterstof is ook nog steeds weer, ja, licht ontvlambaar, zoals ze noemen. Je hebt toch gewoon heel veel risico's daarmee. Dus daar is ook nog een volgend punt wat overwonnen moet worden. Het bedrijf Wirecard. Ik zou zeggen, blijf er voorlopig vanaf tot er echt zekerheid is. Want het gaat bij financiën vaak ook om vertrouwen. Nou, vertrouwen is in dit bedrijf helemaal weg. Square, zit daar potentie in? Ja, ik denk het wel, want anders had ik de aandelen niet gekocht. Ik denk dat er juist de combinatie van hun Cash App, ja, dat voor heel veel mensen, Amerikanen en uiteindelijk ook voor mensen buiten Amerika, de app is waarbij alles geregeld kan worden rondom financiën. Het bedrijf Vapiano en dan vooral de toekomst met Van de Valk. Nou, ik denk een beetje hetzelfde als bij de Sligro. Misschien zouden we veel kunnen veranderen, juist door met Van de Valk. Maar er moet ook veel veranderen, waaronder de markt. En het is maar de vraag of mensen nu alweer zoveel gaan uiteten en of dat dus winstgevend is op de korte termijn. Hoe krijg je nou een geschikte ETF gevonden? Want er zijn er zoveel. Nou, aan de ene kant via, bijvoorbeeld via YouTube-kanalen. Maar denk ook zeker aan websites zoals ETFDB, oftewel ETFdatabase.com. De Van Eck eSports ETF, is dat een goede ETF? Ik zie wel een paar goede namen, maar ook een paar wat onbekendere voor mij. Dus het is vaak met ETF's zo, je krijgt misschien de bedrijven die je graag zou willen. Maar je krijgt er vaak ook bedrijven bij die je misschien niet zou willen. Is dat niet slimmer om de paar goede waar jij in gelooft los te kopen in plaats van met een ETF? Banken en dan specifiek ING. Nou, ik denk dat banken het nog heel erg moeilijk krijgen de komende jaren. Juist vanwege die lage rente. Vooral Europese banken zullen het moeten hebben van de rente. De Amerikaanse banken hebben vaak ook nog echt zakenbanken. Die kunnen nog geld verdienen met beleggen en dat soort dingen. ING is misschien dan een beetje een voordeel, omdat ze nog een groot gedeelte, of niet heel een gedeelte, in Amerika zitten. Terwijl bijvoorbeeld ABN en dat soort banken vooral in Europa zitten. En dus met die lage rentestand te maken hebben. En dat ze daardoor dus ook niet zoveel kunnen verdienen. En nu dus juist ook veel moeten reserveren, omdat ze misschien niet al het geld dat ze hebben uitgeleend weer terugkrijgen. De waardering van Adifica op dit moment. Ik denk op zich dat die wel goed is, want je hebt gezien dat ze veel aandelen telkens hebben uitgegeven om juist weer nieuwe projecten te kopen. Dat dat niet heel veel invloed heeft gehad op het aandeel. Dus ik denk dat de markt vindt dat dit een goede prijs is voor wat betreft Adifica op dit moment. Basicfit dan, last van die tweede coronagolf. Nu geloof ik ook weer in België, rondom Antwerpen wat gesloten. Daar heeft Basicfit zeker last van. Maar ik denk daarnaast dat ze ook weer genoeg kapitaal de laatste tijd hebben binnengehaald al. Of eventueel nog aan kunnen komen om deze crisis wel weer uit te zetten. Ook als die nog wat langer doorduurt. Juist al deze hoeveelheid geld die ze al beschikbaar hebben. Je zult natuurlijk wel zien dat misschien het extra geld kost als de clubs moeten sluiten. Maar als veel kleine sportclubs tegelijkertijd ook moeten sluiten, denk ik dat die niet zo snel meer open gaan, maar juist Basicfit
genoeg cash achter de hand heeft om wel op lange termijn door te gaan en dus misschien wel concurrenten ziet verdwijnen. En dan tenslotte cruise lijnen. Nou, ik denk zolang er geen vaccin is dat ze het heel erg lastig zullen blijven houden, omdat je eigenlijk een soort van opgesloten zit op zo'n boot. Heel veel havens willen ze ook niet accepteren omdat ze daar aan land komen. Dus totdat het risico eigenlijk weg is, denk ik ook niet dat mensen echt in de rij zullen staan om op een cruiseschip te gaan zitten. Dan nog een paar bedrijven waar jullie om vroegen en die ik eigenlijk genoeg interessant vind om juist in een aparte video of in een volgende video te gaan behandelen. Bedrijven zoals bijvoorbeeld ASML, Virgin Galactic, Basic-Fit waar we het net over hadden, maar ook bijvoorbeeld aandelen onder de 100 euro, onder de 50 euro, waar nog in de komende maanden potentie in zit om bijvoorbeeld te gaan verdubbelen. Ook nog vragen rondom vastgoed, of ik daar nog video's over kan maken, over investeren in vastgoed. Ik ga sowieso nog een update geven over Exporo. Daar heb ik, via dat platform heb ik zelf geld geïnvesteerd, maar daar hoor je ook verhalen van dat niet alle projecten goed gaan en dat mensen zijn geld niet krijgen. Dus ook daar komt nog zeker een update over. En natuurlijk over de Giro. Ik heb het vandaag al via mijn Instagram stories gedeeld. De Giro heeft een boete gekregen van 300.000 euro van de AFM. Nou, daar zit een rapport bij. Dat is volgens mij bijna 200 pagina's. Dus dat ga ik nog lezen. Wil ik volgende week behandelen. Juist omdat ik de Giro gebruik. En heel veel andere mensen natuurlijk ook de Giro gebruiken. Het was zo dat in het verleden de AFM dus vond dat de Giro de risico's voor klanten niet goed had afgedekt. Ik geloof dat nu in ieder geval wel is opgelost. Dan kun je vragen, moet ik dan overstappen? Je kunt als klant zijnde vaak dan niet beoordelen of een andere broker wel alles goed heeft geregeld. Dan weet in ieder geval van de Giro dat het dus waarschijnlijk nu is opgelost. Dus laten we hopen dat het bij andere brokers ook niet speelt. Dan verschillende vragen rondom Tesla. Misschien omdat het mijn grootste positie is en natuurlijk omdat het een heel erg gewild aandeel is op de markt. Je ziet er heel veel mee gebeuren, dus mensen zijn automatisch geïnteresseerd in dat aandeel. Zelf denk ik dat de waardering op dit moment te hoog is. Dat vooral is door de hype dat het eigenlijk in de S&P 500 zou komen. Nou, ze hebben nu 4 kwartalen op rij, dus ze kunnen in de S&P 500 komen. Je zag ook op het moment dat dat is gehaald, ging het aandeel weer onderuit. Dus waarschijnlijk was het een geval van buy the rumor, sell the news. Oftewel, naarmate iedereen erover begint, gaat het aandeel in waarde stijgen. Maar als dan eenmaal het nieuws komt en het wordt bereikt, dan is het aandeel niet meer zo interessant. Nemen mensen hun winst eruit en zal dus de koers dalen. Wat ik aan het eind van het jaar van de koers verwacht, dat vind ik moeilijk. Ik denk wel dat er op korte termijn nog een keer een dip komt, maar dat er eigenlijk op lange termijn juist weer hoger komt te staan. Welk bedrijf wordt dan zeg maar de volgende Tesla? Nou, ik denk zeker niet Nikola. Die hebben alleen maar ideeën, die hebben nog geen producten. Het zou wel NIO kunnen zijn, de Chinese autobouwer. Die hebben namelijk al echt productie, die verkopen auto's. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat je moet gaan kijken welke bedrijven hebben al iets opgebouwd, weet al hoe ze moeten produceren, want dat is vaak de grootste drempel. Kunnen ze zich op een gegeven moment dus gaan richten op opschalen. En dus als dat eigenlijk het fundament ligt van het bedrijf, dan kun je je eigen klaarmaken om in de toekomst veel meer te verkopen. Dus richt je op bedrijven die dat al hebben waargemaakt, die niet alleen plannen hebben, maar ook echt al bijvoorbeeld een jaar of twee jaar bezig zijn met auto's verkopen. En besef je tegelijkertijd dat Tesla niet alleen maar de auto's is. Tesla is eigenlijk energie en auto's is daar een onderdeel van. Tegelijkertijd denk ik dat er echt een hype is rondom dit soort bedrijven. Zeker bedrijven zoals SHLL, Workhorses geloof ik, NIO, Nikola. Al deze aandelen zijn de laatste tijd echt flink omhoog gegaan en misschien ook alweer een stuk gedaald inmiddels. Dus wacht de hype af, heb het geduld, denk goed na en wacht het goede moment af om een aandeel te kopen. Dan nog een vraag over winst nemen. Stel je hebt een aandeel wat in de plus staat, zal je daar dan je winst uit nemen om bijvoorbeeld te investeren in een ander aandeel? Natuurlijk kun je dat doen, maar let dan op een paar dingen, tenminste daar let ik op. Dat is de reden dat ik nu nog steeds mijn winst niet uit Tesla neem bijvoorbeeld. Aan de ene kant geloof je nog steeds in het bedrijf en denk je dat het in de toekomst nog verder gaat groeien? Nou, in mijn geval van Tesla ja, en daarom verkoop ik niet. Maar als je gaat verkopen, moet je ook iets anders vinden waar jij meer in gelooft dan je eigen aandeel op dit moment. En dat is vaak moeilijk. Maar als jij zeker een alternatief vindt waar jij meer potentie in ziet, pak dan zeker een gedeelte van je winst bijvoorbeeld en investeer daar alvast in. Is het verstandig om nu te gaan beginnen met beleggen, nu we in deze coronacrisis zitten en dus waarschijnlijk er een tweede golf op dit moment aankomt? Beurzen misschien wel weer onderuit gaan. Ik denk dat het eigenlijk sowieso verstandig is om te beleggen. Zeker als je op de lange termijn richt, is eigenlijk wat op de korte termijn gebeurt niet zo heel belangrijk. Maar zorg er dan voor dat je met kleine bedragen begint. Dan heb je in ieder geval vast de emotie rondom deze aandelen, rondom wat er op de markt gebeurt. Want je zult gaan merken dat emotie heel erg belangrijk is bij beleggen. Dat je dat onder controle moet zien te houden. En dat doe je liever als je bijvoorbeeld een paar honderd euro hebt belegd en dat er dan wat geld vanaf gaat, dan dat je duizenden of honderdduizenden euro's hebt belegd. Dus begin met kleine bedragen. Kijk hoe het gaat. Kijk hoe je daarop reageert. En
Als het dan goed bevalt, breid dan elke maand uit. Zeker als je voor een lange termijn wilt beleggen. Dan nog een vraag over boeken en vooral over beleggen. Welk boek ik dan het interessantst vond? Ik heb niet zo heel veel specifieke boeken over echt specifiek beleggen gelezen. Maar de laatste die ik heb gelezen is Blondjes Beleggen Beter. Ik heb vooral veel boeken ook gelezen rondom de mindset. Voor hoe je eigenlijk je leven op orde kunt krijgen. Hoe je anders moet gaan denken om doelen te kunnen bereiken. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En dat beleggen slechts daar een onderdeel van is. Maar de meeste boeken die ik aanraad vind je trouwens ook in de beschrijving onder deze video. Dan nog over de handelsoorlog. De handelsoorlog die nou eigenlijk weer oplaait tussen de VS en China. Waarom dat zo'n grote impact heeft op de beurs? Dat komt omdat het ook een grote impact heeft op de economie. Er is heel veel onzekerheid aan de ene kant, maar het kan ook heel veel effect hebben op de economie. Bijvoorbeeld heffingen, producten die duurder worden, producten die niet meer komen. Daar willen bedrijven en ook mensen zijn daar bang voor. En dus zijn ze wat terughoudender. En dat heeft dus effect op de economie. En daardoor indirect, of eigenlijk ook direct, gewoon op de beurskoersen. Hoe kan het zijn dat de kwartaalcijfers goed zijn, maar een aandeel dan toch daalt? Dat kan ermee te maken hebben dat van tevoren meer werd verwacht. Dat dan we misschien wel met positieve cijfers komen winst maken, maar niet zo goed als werd verwacht. Of dat tijdens de kwartaalcijfers juist voor de toekomst een minder positief beeld werd gegeven vanuit het bedrijf zelf. Dus misschien was dit kwartaal nog wel heel erg goed, maar verwachten ze juist de komende kwartalen minder, waardoor het aandeel toch in prijs kan dalen. En tenslotte, hoe oud moet je zijn om te beleggen? Je moet volwassen zijn, oftewel je moet 18 jaar zijn om te beleggen. En ik heb al eerder een video gemaakt wat je kunt doen als je nog geen 18 bent, hoe je dat in ieder geval vast voor kunt bereiden, zodat je, als je eenmaal 18 bent, je eigenlijk goed voorbereid aan de slag kunt gaan. En voordat we verder gaan met de volgende twee onderwerpen wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen? Klik dan onder deze video op abonneren. En klik op het belicoontje om nooit meer een video te missen. Dan nog twee vragen over currencies, gewone currencies en cryptocurrencies. Ten eerste Bitcoin, is dat een goede investering? Ik denk van wel, want de technologie zie je op veel meer plekken terugkomen. Ik denk dat het echt ook toekomst heeft. Tegelijkertijd is het wel een investering met heel veel risico. Dat zagen we eerder al. Als je niet op het juiste moment instapt, dan is het heel erg moeilijk. Dus eigenlijk ook hier weer geld, richt je vooral op de lange termijn. Maar met dit grote risico komt natuurlijk ook een grote potentie van rendement. Dus je kunt ook heel veel winst maken. Je kunt ook heel veel verlies leiden. Dus het is echt een afweging tussen risico en rendement. Bitcoin dan binnenkort op de all-time high. Als je in ieder geval de technische analyse gaat kijken, de grafieken gaat bekijken, lijkt het daar wel op dat we die kant op gaan. Kijken we dan naar de gewone currency, oftewel de dollar. Waarom is deze zo flink in waarde gedaald? Ik denk dat dat juist vooral komt door de enorme bedragen die de overheid in Amerika in de economie pompt. Met inflatie tot gevolg, er wordt zoveel geld geprint dat eigenlijk de dollar minder waard wordt. En zeker als het bij andere valuta's wat minder gebeurt, dan krijg je een beetje een andere verhouding, waardoor dus de dollar zijn waarde verliest. Ten slotte nog drie vragen over onze beleggerstraining. Ten eerste kijken we daarin naar hoe je aandelen kunt analyseren. Daar zit een hoofdstuk in waar we ons richten op zowel de fundamentele analyse als de technische analyse. Dit zijn een paar video's, maar ik heb al gemerkt dat er heel veel vraag naar is. Dus het staat op de planning om binnenkort dit hoofdstuk uit te breiden met meer en specifiekere video's eigenlijk, om dus nog betere analyses te kunnen maken. Wat wordt de prijs dan na deze aanbieding? We hebben op dit moment een aanbieding tot aanstaande zondag 2 augustus 2020 voor $87. En als deze aanbieding voorbij is, gaat de prijs omhoog naar $147. En de laatste vraag die vaak voorbij kwam is of je onbeperkte toegang hebt. Dat heb je als je eenmaal de cursus hebt gekocht. Blijf je toegang houden. Zolang deze online staat, heb je altijd toegang tot alle video's en onze community. En ook als we nieuwe content of video's gaan toevoegen aan deze training, krijgt iedereen die al in de training aanwezig is toegang tot deze nieuwe content. En daarmee hebben we de vragen voor deze video beantwoord. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat ze achter in de reacties onder deze video. Of volg me via Instagram en stuur daar eventueel een berichtje. Ik zal ook regelmatig daar via stories om jullie feedback vragen. Dus je hebt ook nog eens input en invloed op wat ik op YouTube ga maken. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal. Want meer mensen krijgen deze video aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.